Yo, it's me, Eszteca, Amsterdam. What's up, Party Peeps? Ik ben Roxette van Party Peeps TV. Ik zit hier met Eszteca in zijn dansstudio, zijn eigen dansschool. Hij heeft met verschillende artiesten gewerkt, choreo's gedaan voor verschillende shows, voor verschillende artiesten. En hij was onder andere jurylid van So You Think You Can Dance. Nou, Eszteca, vertel eens, wie is Eszteca? Wie is Eszteca? Eszteca is eigenlijk een heel normaal jongetje uit Amsterdam, uit Rijgersbos. Amsterdam Zuid-Oost. Die begon te dansen op de straat in 1983 eigenlijk. Ik was 9 jaar en dat was zeg maar het beginperiode van hip-hop. En iedereen breakdanste en was bezig met electric boogie. Op een gegeven moment hoorden we dat er een jam was op Leidseplein. Op iedere donderdagavond, maar ik mocht nooit, want ik was te klein zeg maar. En toen zeiden mijn ouders dus tegen mijn broer en mijn zussen van, nou, weet je wat, neem die jongen mee. En toen kwam ik daar dus en toen werd ik meteen in die kring gegooid en ik begon te poppen en ik kreeg meteen geld naar me toe gesmeed. Sindsdien ben ik aan het dansen en eigenlijk nooit meer gestopt. Kan je vertellen wat voor invloed breakdance op jou heeft gehad? Nou, het is niet alleen breakdance, het is eigenlijk hip-hop. Weet je, als je dan bezig bent met de cultuur, het is muziek, je bent bezig met rap, je bent bezig met beats maken, je bent bezig met graffiti en ja. Dat heeft mij de persoon gemaakt die ik nu ben. Veel mensen die zien ook dansen als hun passie, als hun uitlaatklep. Wat betekent dansen voor jou? Dansen voor mij is mijn hart, is mijn leven. Dansen is mijn uitlaatklep, het is mijn passie, het is mijn levenswijze. Het is, ik kan in ieder geval niet zonder. Het is, als ik me blij voel, dans ik. Als ik me rot voel, dans ik. Dus het is echt, ja, ik ben echt getrouwd met dansen. Oké, je tweede vrouwtje, je eerste vrouwtje. Dat is mijn eerste liefde wel, ja. Jawel. Okay. You scare me, you scare me. Dans is in de loop van de jaren is het veranderd, veel veranderd. Kan je me nu vertellen wat nu echt hot is en wat nu echt gewoon nat is? En wat je dus nu ziet is eigenlijk dat oude dansstijlen ook weer terugkomen. Dus bijvoorbeeld old school hip-hop komt heel erg terug. Breakdance sowieso, pop-in, lock-in. Dus ja, als je mij vraagt wat is hot, ik denk dat de danscultuur zo groot is geworden nu op dit moment, dat mensen kiezen voor verschillende stijlen. En dat al die stijlen binnenin die hiphopcultuur, zeg maar, straatcultuur, gewoon hot zijn. Oké, okay. En wat is nu echt totally not done met dansen? Totally not wat done. Wat kan je gewoon echt niet maken? Ja, wat is not done? I don't know. Als je als goede danser de juiste mentaliteit hebt, dan sta je open voor alles. En dan zie je in alles wel gewoon een charme, weet je? En dat is het moeilijke als men aan mij vraagt van ja, wat vind je helemaal niks? Of ja, ik heb respect voor alle soorten dansstijlen, omdat ik ook alle invloeden gebruik in mijn dans, snap je? Is het zo dat je echt boos moet zijn? Dus echt van, oh, als je echt aan cramping doet? Of waarom? Ja, je ziet vaak agressiviteit in die dans terugkomen, maar wat houdt cramping nu precies in? Cramp is heel dynamisch. Het is een hele puntige dansstijl. Het is heel punctueel, weet je. Je zet echt nadruk op je gevoel, zeg maar. En wat ik heb gemerkt is dat crump voor iedere crumper verschillend is, weet je. Ik bedoel, die crumpers in LA, die crumpen in eerste instantie vanwege hun levensomstandigheden. Ze hebben het moeilijk
En ze hebben geen manier om zich te uiten dan alleen op die manier. In Nederland heb je natuurlijk ook wel moeilijke situaties. Ik bedoel, we zijn maar een klein landje, alleen dat kan er hier soms ook zwaar aan toe gaan. En ik merk dus ook wel dat de jongeren die krampen in bepaalde sferen, dat zij die emoties ook gebruiken om ze naar buiten te gooien, zeg maar, weet je. En het is niet altijd woede. Ik bedoel, ik kramp zelf om, ik ben zelf gelovig, weet je. Ik geloof in God en ik heb zoiets van, ik doe dat zeg maar om God te prijzen, zeg maar, weet je. Dus voor mij is het geen agressiviteit, maar het is meer I'm going to the next level, weet je, met mezelf. En dan lijkt het alsof je agressief bent, maar het is meer de dynamiek die je daarin terugvindt, zeg maar. Als je daarmee bezig bent, weet je. En, ja, dat is het eigenlijk meer.